Nou, John Blok, vertel me, hoe heb je dit geflikt met Scheveningen? Nou, we hebben vandaag wel iets anders gespeeld dan we normaal doen. In zoverre aangepast dat wij in ieder geval onze sterke punten naar voren konden laten komen. En Spakenburg konden neutraliseren. Ja, de eerste helft resulteerde dat niet echt in kansen. Maar je ziet op het moment dat je de 0-1 maakt. En op dat moment in mijn ogen al terecht. Dan krijg je ruimte. Ja, het enige wat onze ploeg vandaag kan verwijten is dat we er geen 0-4, 0-5 van maken. En die wedstrijd eerder beslissen. En nu bleef het toch nog iets wat spannend. Maar gauw over het geheel genomen, als je hier 0-2 wint, bij de, in mijn ogen aanstaande kampioen. Ja, dat doet uitstekend. Hè? En ook met goed voetbal, vind ik. Je reageerde ook op de bank, hè? Toen bijvoorbeeld een Barry Rogh die kans op de 0-3 mist. En daarna ging hij er nog een keertje niet in. Als je hier nog 2-2 speelt, dan laat je daar liggen. Ja, bij de 0-1 hè, kreeg je natuurlijk al een riante kans om de 0-2 te maken. Van Robinson. Ja, dan moet je jezelf ook belonen. Hè? Dan moet je gewoon die derde maken, dan wordt het nog wat rustiger. Maar goed, ik ben natuurlijk ook weer heel kritisch, want we hebben ook amper wat weggegeven en echt heel goed in de organisatie gespeeld. En ja, ik denk de kracht van Spakenburg geneutraliseerd vandaag. Wat was de tactiek? Nou, we hebben natuurlijk met één middenvelder meer gespeeld eigenlijk dan normaal. Hè. Dat was een rol van Tim Peters, die overigens ook fantastisch speelde en ook het vermogen heeft. En daarna, als we hem afpakten met diepgaande spelers. Ja, de ene keer was dat Barry Rogh, de andere keer was dat Tim. Ja, en voorin natuurlijk ook twee balvaste jongens, dus dat hebben we uitstekend gedaan. Want ja, je weet dat Spakenburg juist op zijn gevaarlijkste is als je zelf de bal hebt. Hè? Want die willen hem het liefst gelijk achter je leggen. Ja, dat hebben we vandaag echt heel goed gedaan. Ze kwamen niet door de muur van Scheveningen heen. Anderzijds, jullie in de eerste helft ook bijna geen kansen gecreëerd. In de tweede helft weer wel. Hoe kwam dat? Ja, omdat we op een gegeven moment wat meer ruimte kregen. Zij moeten natuurlijk risico's gaan nemen. En ik vond ons de eerste helft nog wat onrustig aan de bal. Omdat we de oplossingen niet echt helemaal vinden. Ja, dat deden we de tweede helft veel beter. Het baltempo was ook wat hoger. Ja, en je ziet de eerste helft geven we ook inderdaad bijna niks weg. De tweede helft hebben we iets verder naar voren gespeeld. Nou, dan hebben we gewoon, denk ik, de kracht van Spakenburg uitstekend geneutraliseerd. Want volgens mij kregen ze pas in de blessuretijd de eerste kans. Spakenburg nog steeds de aanstaande kampioen in jouw ogen? Jawel, want het is wel een heel ervaren ploeg. Die zullen geen twee wedstrijden achter elkaar verliezen. Ze moeten dan maandag naar Capelle. Ze altijd afwachten hoe ze dat oppakken. Maar goed, ik denk dat het een eenmalig iets is. En die zullen zich maandag echt wel herstellen. Want welke boodschap hebben jij en de bestuursleden van Scheveningen vorige week bij Quick Boys meegekregen toen jullie daar waren? Helemaal geen enkele. We zijn uiterst vriendelijk ontvangen, zoals dat altijd. Zeer gastvrije vereniging. Ja, ik vind het altijd leuk om terug te komen bij mijn oude club. En uiteraard gun ik Quick Boys ook het allerbeste. Ik hoop in ieder geval dat ze de na-competitie halen. En misschien wordt het nog wel spannend, maar dat heeft Spakenburg natuurlijk allemaal aan eigen hand. Wat zeggen ze bij Quick Boys zelf over hun titelkans als jij met hen praat? Nou, we praten heel vaak over andere dingen. En ik heb volgens mij voor deze week al ergens gelezen dat ze er zelf niet echt meer in geloven. Ja, misschien dat na vandaag weer anders is. Ik moet me bezighouden met Scheveningen en ons richten op zo goed mogelijke positie op de ranglijst. Voor de na-competitie die we al hebben gewonnen. En daar is het druk zat mee. En wat bij Quick Boys en bij Spakenburg gebeurt, daar moeten ze zichzelf wel mee bezighouden. Bij Almere wordt er verloren, dus de derde plek weer een stapje dichterbij. Kan je zeggen, ja, dat maakt niet zoveel uit, maar hoe hoger je eindigt op de ranglijst, hoe gunstiger je uitgangspositie in de na-competitie is. Ja, hoe gunstiger. Dan speel je tegen een periodekampioen uit de zondag, hè? Dus van hetzelfde niveau. En anders kom je tegen de nummer 16 van de tweede divisie te spelen. Dus ja, dat zou een voordeel kunnen zijn. Tot slot, hoe gaat het met Levi Schwiewe? Ja, die is wel flink door zijn enkel gegaan. En dat is vervelend. We hebben ook vanavond nog een teamuitje. Uiteraard is volgende week het belangrijkste, maar ik weet niet of dat karten vanavond helemaal lukt met hem. Maar goed, een enkel is altijd nog minder erg dan een knieband. Ja, dat zeker. We moeten eerst maar eens even kijken hoe dat maandag, nou, het zal dinsdag worden, hoe dat hersteld is. Ja, laten we hopen dat het meevalt, want Leven is een belangrijke speler voor ons.